Hallo iedereen, welkom bij weer een gloednieuwe video op mijn kanaal Nino Donkers. Mijn naam is Nino Donkers, voor de mensen die dat nog niet weten. Dus zoals ik had beloofd, hier is de Lego Rollercoaster van Lego Creator Expert volledig gebouwd. Die ga ik nu eens met jullie eventjes in detail onder handen nemen. En ik hoop dat jullie een leuke video vinden. Hè? Dus we zullen als allereerste beginnen met wat jullie allemaal willen zien. Natuurlijk hoe de achtbaan gaat. Dus ik heb hier een waardje boven klaar staan. Klein dingetje aan de hendel geven. En dan gaat hij. En terug bij het stationnetje. Dus, hoe gaat het nu in zijn werking? Hier bij het stationnetje. Even deze achteruit zetten. Zoals je hier ziet, zit een bandje. Oh ja, een wiel. Kunt je in en uit duwen. Als hem uit is geduwd, wordt het waardje tegengehouden. Dat hebben jullie juist wel gezien. Met deze hendel kan je dan, als hem er goed tegen zit, het wagentje verder duwen. Als je dat snel genoeg doet, gaat hem naar vanachter, naar de ketting. Dan kun je met dit hendeltje aan draaien en dan wordt het wagentje omhoog getakeld. Ook via de ketting natuurlijk. Dan via deze bandjes, die zijn meegekoppeld aan de ketting, die draai je dan ook en die duwen we het karretje dan door deze bocht heen, waardoor het hem dan uiteindelijk de achtbaan af kan. Nu, er is dus ook een reservekarretje, zoals bijna elke achtbaan dat heeft. Die kan ook op de baan gezet worden, gewoon hier aan trekken. Het karretje kan erop, terugduwen en het karretje kan gewoon rijden. Nu, we gaan wat eventjes over de details hebben. Dus, om te beginnen, vooraleer dat je de achtbaan in kunt als minifiguur, moet je hier een ticket kopen bij het ticketstation. Zo noem ik het maar, het tickethokje. Dan, zodra je een ticket hebt gekocht, ga je hier het pad af en dan zie je daar in het hoekje een fruitstandje staan. Dus de mensen die onderweg iets willen drinken, die kunnen dan iets drinken, hè. Zo, rond de fontein. Dan, hier de trap op. En dan kom je hier achter in de wachtrij te staan. En de poortjes die gaan natuurlijk ook open. Net als een echte achtbaan. Dan hebben we uiteraard hier ook een medewerker die de tickets aanneemt van de mensen die meerijden. En ook zo'n stok, zoals op de doos stond, om te meten of je wel groot genoeg bent voor in de achtbaan te gaan. Nu, je stond ergens, aha, daar staat de meetpaal, zou ik maar zeggen, om te meten of je groot genoeg bent. Die ook op de doos stond, waar een kleine meisje toen op tickets ging staan. Dus, dan hebben we het grootste deel van de achtbaan eigenlijk wel gehad. Eén klein detail vind ik wel leuk. Op de doos, en dan moet ik eventjes naar de doos, licht aan doen. Als je goed ziet, zie je dat er een petje wegvliegt. Daar, dat petje. Dat petje hebben ze ook verwerkt in de set. En dat petje, dat hangt niet in de lucht, nee, dat ligt hier. Op de grond gevallen. Goed, nu gaan we verder naar de details kijken. Hier heb je bijvoorbeeld de suikerspiermachine. Ik heb hem nu hier gezet. Je kunt zelf kiezen waar je zet natuurlijk. Met een kleine meisje die graag een suikerspin wilt. Dan heb je hier een mooie boom. En nog een bankje met het parkplan. En hierachter is nog een klein vijvertje met een kikker. Hier heb je dan ook nog een boom. En als je gedaan hebt met de rit, dan moet je alleen hier uitstappen. Hier naar beneden, voor de trap, over het pad. En, dan kan je, als ik het een beetje goed kan filmen, hier, je kunt het een beetje zien, kunnen de foto's kopen, die tijdens er iets zijn genomen. Ik kan het heel slecht filmen, maar ja. Hoe dan ook, die foto's die worden onderweg gemaakt door de camera hier. Eigenlijk bij de eerste drop, als je naar beneden gaat, wordt die eigenlijk al gemaakt. Verder is er hier nog een zeemeeuw. Die rustig op het dekje zit te chillen.
Allee, stomme focus. Ik moet vandaag niet meewerken. En ja, dat is zo'n beetje ongeveer de achtbaan. Ik zal nog wat sfeerbeelden maken van de achtbaan die passeert langs de camera en dan gaan we tot de conclusie komen. Oké, dus al bij al een leuke set. Persoonlijk vind ik het mechanisme van de ketting en de bandjes bovenaan niet super goed. De ketting is bij mij al 2 keer afgebroken. Ik weet niet dat het iets is wat ik verkeerd heb gedaan of zo. Dat kan, ik zal het niet weten. Hoe dan ook, voor de rest is het een leuke set. Ik vind het vooral mooi als display. Voor gewoon ergens als te laten zien van kijk wat ik heb. Dus ja, ik hoop dat jullie het een toffe video vonden. Vergeet als je het een leuke video vindt, video niet te liken. Wil je meer zien van dit soort video's, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik zoals altijd, tot de volgende keer. Later.